Emanuel Gaggiano. Een van de meest winnende Italianen. Rijdt hier met Chalou, de opvallende Chaco Blue nazaat. Een van de vele Chaco Blues op het hoogste niveau. Maar qua springmanier is dit toch een van de opvallendste te noemen. Springt wel eens met een heel bijzonder voorbeengebruik, maar wel heel effectief. Grijpt altijd wat naar voren. Maar dat heeft hem toch al wel een heel aantal overwinningen opgeleverd op het hoogste niveau. Fokproduct van Gestut Lewits. Afgelopen jaar nog vijfde in Mechelen bijvoorbeeld. Eind december tweede in de wereldbeker van La Coruña. Een overwinning in Verona. Vierde in de wereldbeker daar. Ook vierde in Lyon. Zeker een van de constantste paarden op het hoogste niveau te noemen in de afgelopen maanden. Daar de vier strafpunten op in is 10. Deed het rustig aan. Krijgt er 5 in totaal. Emanuel Gaggiano voor Italië. Welkom aan de rijden, Bas Verloor, Fabrik Hans, 57-10. Erik van der Vleuten op dit moment.